hash en wiet, die maken het ineens mogelijk dat de mens contact maakt met het goddelijke in zichzelf. Vroeger had je daar religie voor nodig. In Amsterdam een stukje stuff halen. En dan verkocht je dus aan je vrienden. Eerst 1 of 2 kilo, toen was het 10 kilo, toen werd 100 kilo. Oh, dat was helemaal geweldig. Geketend aan de Poolsen en geketend aan de Engels. Ik heb naar Johan Marlahoven. 103 jaar, dat is niet te bevatten. Everybody. It didn't matter what you had, you're going down. Bureau Warmoestraat, dat waren de toughest cops in Nederland. Het was nonsens om daar veel aandacht aan te besteden. Police knocking down doors, arresting and busting drug dealers. This made for constant good TV. En deze man heeft met mij nog een appeltje te schillen. Eerste deal en dan de uitlevering, omdat ik anders de strafzaak kwijt ben. Dat heeft ons allemaal verbijsterd. Verbijsterd. En Johan heeft gezegd, ik wil het transparant maken. We zijn geen criminelen. Op dat moment had ik het idee, het is over. Dat is wat cannabis doet. De serie Cannabis. Vanaf woensdag 30 september bij KRO-NCRV op NPO 2.